Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Far Cry Tawee. Wij gaan naar een convoy toe. Als we niet tegen de rots oprijden. En daar gaan we als goed is een paar AK's vernachelen. En met dat wij wat AK's vernachelen krijgen wij zelf wat AK's erbij. Daar links is nog een safe house. Daartussenin die gaan we ook even meepakken omdat we er toch zijn. Dan hebben we ook nog een police station, zo te zien. Ik ben benieuwd wat dat is. Ja, ik weet wel wat het is, maar hoe het eruit ziet. Oh, ik heb geen calls meer. Oh, goddammit! Someone cover me! Get the hell out of there! I gotta reload! Oh, dat was echt net mis. Oh, dat was op de auto, dat meen je toch niet? Wel mooi wat ze allemaal zeggen eigenlijk. Wat de AI zegt, dat had nooit gedaan. Eerlijk is eerlijk, dat is best wel netjes gedaan. Wat de AI allemaal zegt, dat komt wel aardig goed overeen. Oh fuck. Ik had niet verwacht dat het twee man was. Kom maar. Een spuitje voor het geval dat. Hallo meneer. Zo. Dat was denk ik wel een goed antwoord. We gaan even naar binnen. Om ammo te pakken. Nou, hier hebben we de snipers in liggen en pistols en alles spel. We gaan ook even slapen. Puur om even te rusten voor het geval dat. Kan altijd handig zijn. Denk ik. We gaan even opslaan. Twee keer op en te rachen. En weer weg met de buggy. Op weg naar helemaal bovenin de map. Is nog een behoorlijk eindje rijden. Echt een behoorlijk eind rijden. En dat vond ik dus ook wel kut aan de ene kant aan de game. Omdat je dus niet echt fast travel hebt. Ja, oké, je hebt de bus. Maar dat is ook het enige. En alles moet je gewoon bereiden, zeg maar. Onze buggy staat mooi. Vanaf daar kan ik niet wat zien. En hier zit ik vast. Is it good? Who the hell are they fighting? Think you can get off that easy? You ain't seen nothing. There he is. Waar de fuck is die andere dude? Ik weet die, maar er is er nog één. Verderop. Ga daar. Wow game, dat had ik niet verwacht. Want in theorie kunnen we daar inderdaad onder doorschieten. Onder de MG hebben we mensen bakkers geschoten. Maar over het algemeen in games wil dat niet. Want dat is allemaal geblokt voor schoten en shit. Maar hier niet, goddank. Wat heel goed is. Dat is zeer fijn. Allee, dit ding is gestopt met sten. Dan gaan we nou nog even dit hokje bekijken. Zodat we hem ook daadwerkelijk hebben gehad, zeg maar, volgens de game. Denk ik. Vraag me alleen af waar we dan precies moeten staan. Kan ook zijn dat we hier even naartoe moeten? We hebben hier ook een boot. Misschien is een boot wel makkelijk. Om even te gebruiken. Dan moeten we even op de map kijken. Oh, we hebben hier ook een... Een knippe ding. Dat zal daar liggen denk ik, aan de andere kant van het water. Ja, sowieso. Kijk, die is ook binnen. Nou, even terug. Plons.
Even kijken op de map. Via het water. Kunnen we naar de police station toe? Maar kunnen we ook helemaal naar boven? Die lui rijden rond daar. Maar ik vermoed dat er gewoon safe house is. We gaan gewoon met de boot. Waarom niet? We zijn niet heel veel met de boot weg geweest. Dus waarom zullen we het niet een keer... We zijn één keer mee weg geweest. Maar het is wel leuk. Boten is wel leuk. Maar hier moet je veel meer aan de weg houden. Dat is het probleem met een boot. En ik moet niezen. Ah, dat zeg ik. Oh, dat zijn boze mensen. Oh, en dat is een rots. Au, au, au. Oh ja, waarom gaat die dude niet dood? Gaat dood. Oh ja, daar kun je niet doorheen schieten. Nou weet ik het weer. We hadden nou ook nog lui op als we schieten vanaf de waterkant, yup. Wat? Hè? Oké, ik verstond echt. Je maakt zeker een grap. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ik moet herladen ofzo. Eerst ik moet herladen en ik geloof het niet. En dat kan wel, want Afrikaans en Nederland lijkt verdomd veel op elkaar. Maar dat klonk zo raar. What the fuck? Dat klonk echt raar. Ha, au. Ik deed op H. Oké, wacht. Doe een quick load. We gaan het niet moeilijk doen, gewoon gelijk op quickload rammen. Ik verstond het echt. Dat was echt gewoon bijna Nederlands. Oh mooi, die lui zijn er nog niet. Oh jawel, kut. Fix jezelf. Nee. Fix jezelf alsjeblieft, dank u. Hij zit daar nog. Dom? Iets met dom en moedersje goeri of zoiets. Fix ons. Oh, what the fuck? Die gast ging niet dood. Gaat dood. Meneer. Ah, mag ik nou eindelijk mijn fucking boot fixen? Dank u. Misschien was een boot gebruiken toch niet zo'n goed idee. Oh ja, zullen we ons gelijk maar helemaal even fixen? Voor het geval dat we nog meer mensen tegenkomen. Wat we geheid gaan doen. Volgens mij is hier zelfs aan de rechterkant. Dat is een guard ding, ja. Hi, oh for fuck's sake. Oh, wat dacht je daarvan? De boot die vaart gewoon door en ik kill hem met de sniper. Wat een skills. Oh, er is hier een diamant in de buurt. Nou, niet meer. Ook geen zin om elke diamant te pakken die er is hoor. Oh nee, we moeten doorvaren, doorvaren. What the fuck? What the fuck? Huh? What the fuck gebeurt er af en toe in die game? Ah, ik heb trouwens ook niet opgeslagen, dus we moeten weer die lui bevechten. Maar die game, what the fuck heeft hij af en toe last van? Vaar. Dat doet hij niet. Nou, we gaan weer dood. Nou, quick load. God damn it. De boot nemen was echt een slecht plan en ik moet meer opslaan. I know. Maar, what the fuck was dat? Gaat dood. Ik heb gewoon een allemaal gekild. Of in ieder geval gehit, op zijn minst. Ik kreeg 3 keer bloed. Er waren net ook 3 mensen. En toch. Please fix, please fix, please fix. Nee, niet hitten. Oh god damn it, dat is zo stront hier dan. Dit is echt stront irritant. Fucking hell. We kunnen namelijk ook niet weg. Oké, ik heb een beter plan.
Vaak als ik dat zeg, wordt het niet beter. Maar we gaan gewoon dit doen. En dan zitten we vast in het water. Oh my god, jongen, switch! Oh, thank god dat jij zo snel switcht, game. Staff! Wil jij er even niet mee gaan bemoeien, vriend? Dank u. Zo. Nog meer? Nee? Oké, dank u. Ik zal zo opslaan. Oh ja, die fucking boot fixen. Oh, dat was echt kut en irritant, vind ik. Dat het zo vaak achter elkaar misgaat. Omdat je gewoon geraped bent. Dat heb ik ook één keer gehad in Far Cry 3. Dat kan ik me nog herinneren. Toen sprong ik van een cliff af. En halverwege de cliff, de vlucht zeg maar, had hij een quicksave gedaan. En elke keer als ik dus dood ging met die missie, landde ik weer daar en dan vloog ik weer dood. Maar je ging dood bij die missie trouwens, omdat je aan doodvallen was. Dus dat is fucked up. Dat is echt dat je een doodvaller bent en elke keer laat hij weer opnieuw dat je een doodvaller bent. Dat is echt kut. Dat is echt flink kut. En dat hadden we hier dus ook een klein beetje. Dus dat is echt fucked up. De volk komt niet achter ons aan. Oh god, daar hebben we wel een boot. Ik moet er elke keer flink met die wapens switchen ook. Omdat ik elke keer nog niet weet welk wapen wat is. Echt kut. Maar we moeten ons weer even fixen. En dan de boot weer. Maar we hebben het overleefd. Dat is een wonder. De boot zorgt wel voor meer actie aan de ene kant, vind ik, dan met de auto. Ook al heb je eigenlijk met de auto ook wel veel actie. Omdat je elke keer bij de outpost komt en dergelijke, maar dan nog. We gaan hier naar links, anders komen we niet bij het rooien in de buurt. Dus we gaan hier naar... oh god. Heel beschoten. Ah, daar zat er maar één op die boot. Oké. Okay. Oh, hoe vaak hebben we deze fucking boot nu al gerepaired? Echt belachelijk. Maar het is nog wel leuk. Ik vind het nog wel leuk. Het is wel fijn om veel actie te hebben, maar... En ik hoop dat jullie het erg leuk vinden. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, en ook in een aparte video zelfs, is het gewoon op het moment heel erg fucked qua games. Dus moeten we wel andere dingen verzinnen, waaronder de Far Cry 2, wat jullie graag zien. Dus ik denk dat het ook al goed zit. Maar Far Cry 2 is nog niet geüpload. Op het moment dat je deze video ziet, is Far Cry 2 nog niet geüpload. Dus ik weet nog niet hoe jullie het vinden natuurlijk. Dat lees ik achteraf pas, maar dat zal wel goed zijn. We gaan hier naar links, dat is het dichtste in de buurt. En ik hoop dat daar een safe house is. Wat is er op een manier? Er is in ieder geval een auto, dan ben ik ook al blij. Ik vraag me af wat hier binnen is. Hi. So sorry, my friend. No special order yet. Maybe to see you again soon. Maar kan je wel slapen? Laten we dat even genoemd. Kunnen we gelijk gaan opslaan weer. En ze hebben hier geen ammo, dat is echt kut.
Dat is fucked up. Maar het overleven vast wel. We moeten wel even langs de safe house voor ammo trouwens. Dat is wel een belangrijk iets. Gauw als we links in de safe house zijn geweest, dan kunnen we vervolgens naar die missie dingen gaan. Zeg fucked up, we zijn nou echt al zo lang bezig, puur voor één fucking missie waar we een AK voor krijgen eigenlijk, maar... Hij is niet fucked up, maar het duurt gewoon wat lang. Perfect geparkeerd. Ammo. Dat hebben we niet. Hi. Oké, dat is mooi. You got it, man. Hoi, dankjewel, doei. Die is hier geen fucking ammo. Waarom net? Waarom is hier geen ammo? Ah, daar is sowieso ammo bij die outpost trouwens. Bij North Railroad. North Rail Yard bedoel ik, sorry. Ik kan ook al niet meer lezen. Oké, dat is een boos iemand die achter ons zit. Dat is ook... Geen verrassing, iedereen in die game is boos. Ja, van Uzi, maar dat klonk erg mooi. Hallo meneer. Kunt u even blijven liggen, dank u. Zo'n mooie outpost dit trouwens. Thanks station erbij. Nog meer dingen hier. Huur mij ook in voor verbouwing. Wat is zo'n boy zijn als shotguns legaal waren in Nederland. Op die manier dan. Voor dit dan toch. Bam! Al die planken eruit. Zou zo mooi zijn. Maar ja. Oh ja, please laat daar ammo zijn. Yep, ammo, mooi. Ah, dat is die convoy. Oh, kut, dat is te laat. Dat is mijn enige schot op dat ding eigenlijk. Het ontplofte wel, maar te laat. Dat is dom voor mij. Maar, we hebben in ieder geval gezien hoe dat ding eruit ziet. Dan kunnen we er... Oh, oh. Nou ja. Oeh, nice. Oeh, zo pretty. Ik denk niet trouwens dat ik in de buurt wil blijven. Als het boom doet. We gaan het even snel repareren. Repair sneller! Sneller! Dan staan we ook in de fik. Maar dat is in ieder geval één van die convoylaar, dus dat is ook al goed. Daar hebben we er zo meteen al iets minder last van. Oh. Is hier ook een diamant in de buurt? Gaan we die ook even halen? Vraag me af wat het ding is. Die kant op. Ah, hier hebben we die bus. Oké, daar komt het volk aan. Daar komt het volk aan. Oh, dat was echt scheef. Dat was een no-scope van Jan Lickman kloten. Oh, perfect! Wow! Dat was echt lucky trouwens, dat hij... Oh my god, game? Oh, oh. Auw. Nee, ik had moeten opslaan. Kut, sorry. Kut. Oh, wacht, onze buddy. Thank god voor onze buddy. Ik hou van jou. Dat was echt zo fucking lucky dat die buddy er nog was.
Opslaan, snel. Voordat alles naar de tering gaat. Peter gaat die duur dood achter die boom. Dank u. Ha, ik hou van jou. Kom maar, knuffel. Maar oh ja, eigenlijk moet dat zo, hè? Voor Sampo dan toch? even kijken, opslaan. Sowieso. Ha, dat was echt zo fucking lucky. Ah, maar we hebben. Oké, we hebben nog steeds geen daadwerkelijke missie gekregen trouwens. Een nieuwe, zeg maar. De game wil echt dat wij side missies gaan doen ofzo. We gaan een andere missie doen van een arms dealer, denk ik. Ik zou niet weten wat anders. We krijgen gewoon geen missie. Of we moeten weer naar de factions toe. Never mind, ik denk dat ik het weet. Tenminste, ik ga ervan uit dat wij weer terug naar Pala moeten. En dat wij in Pala bij zo'n faction weer zo'n nieuwe missie krijgen. Maar dat kan ik zo achterkomen. Ik denk het. Dat zit echt in het midden. Maar we gaan sowieso even langs de arms dealer. En ook even een prikje geven tijdens het autorijden. Want dat is super veilig. En dan is hier de arms dealer. Of de gunshop. En nou is dit eigenlijk de verkeerde afdeling. We pakken even een nieuwe sniper mee. Ah, hij moet sowieso ammo hebben trouwens. En voornamelijk deze ammo. Oké, lopen we weer naar buiten. Dat ook gehad. Ik ben benieuwd wat we nou unlocken. Een spas, een flamethrower, die hebben we al lang eigenlijk. Silent MP5. Oké. Nou, daar heb ik nog geen zin in. We gaan naar Pala toe. We gaan gewoon verder met de story. Als ik tenminste goed heb bedacht waar het zit. En even kijken, wat kunnen we allemaal krijgen? Makarov, Mac-10, Flare Pistol, die kost 4. Silent Makarov. Kan wel handig zijn om stealth te zijn. Nee, nog niet. Ik wil namelijk ook reliability mee. Voor de sniper, denk ik. Ook al, hij is wel redelijk reliable. Maar waarom niet? We kunnen die verkopen, dus laten we dat maar doen. Het kan altijd handig zijn. Voornamelijk voor de sniper, want die gebruiken we veel. Dan gaan we maar eens opslaan hier. Dat ik hiermee zo expliciet om vraagt. En alle spuitjes. Dat is heel lief. Die spuitjes waren we nog nodig. Nou moet ik alleen even kijken waar we heen moeten rijden. Ik denk als we naar onderen gaan dat het wel handig is ten eerste. En volgens mij is het dan naar links toe. Naar onder en dan naar links. Maar dan komen we zo achter. Het is ook wel nice dat je echt moet navigeren op een kaart. Ik vind het wel wat hebben eigenlijk. In plaats van gewoon een fucking minimap hebben we echt gewoon een kaart waar je moeite voor moet doen, zeg maar, om het goed te gebruiken. Maar daar hebben we een outpost. Die outpost gaan we in de volgende part capturen. Dus dan zie ik je weer. Ik hoop dat je het nog leuk vindt. Als je het leuk vindt, geef een dik thumbs up. Deel met je vrienden en zijn favorieten. Zie ik je weer in de volgende video. Later.